Hoi, ik ben Jacques Vriens en we zijn op dit moment heel hard aan het repeteren voor De Kindertemmer. Want binnenkort mag ik samen met het Limburg Symfonieorkest onder leiding van Lucas Vis een voorstelling gaan spelen. Ik heb het verhaal bedacht en het orkest maakt daar prachtige muziek bij. En het is een verhaal over twee heel vervelende kinderen. En als ik zeg vervelend, bedoel ik dat natuurlijk ook, hè? Het zijn twee klieren, twee etterbakken, twee pestkoppen, hè? Want ze doen de meest vreselijke dingen. Ik bedoel, ze leggen de staarten van poezen in de knoop, schieten vogeltjes uit de bomen, houden frikandellengooiwedstrijden in de gang. Nou ja, het is te veel om op te noemen. En je snapt wel dat die vader en moeder van die kinderen, die weten niet wat ze ermee aan moeten. Terwijl die kinderen vroeger zo ontzettend lief waren. Maar ze zijn door hun ouders veel te veel verwend. Ja, en dan krijg je dat soort dingen. En hun ouders die gaan hulp zoeken. Maar die helpt niet zoveel, tot ze tenslotte bij de kindertemmer terechtkomen. En die kindertemmer is iets heel anders dan jullie misschien verwachten. En of die kindertemmer echt kan helpen, nou, dan zou ik zeggen, dan moet je maar komen kijken en luisteren naar het verhaal van de kindertemmer met muziek van het LSO. Vanaf 20 september zijn we in het theater en dan gaan we door heel Limburg heen. Dus ik zou zeggen, kijk op de website van het LSO, dan zie je waar we komen spelen. Tot ziens.